de burgemeester Marco Oud. Dames en heren, meisjes en jongens. In de aanloop naar deze herdenking worden we elk jaar indringend herinnerd aan een heel donker hoofdstuk van onze wereldgeschiedenis. De Tweede Wereldoorlog. En we staan in Assen op verschillende plaatsen en op verschillende manieren stil bij wat er in die jaren is gebeurd. We herdenken op 13 april de moedige Franse parachutisten die een bijdrage leverden aan de bevrijding van Drenthe en van onze stad. En we staan stil bij het gruwelijke lot van nagenoeg onze hele Joodse gemeenschap. Vermoord in concentratiekampen. Het blijft onvoorstelbaar en haast nauwelijks te bevatten. We herinneren ons de laffe executies van 14 mensen in het Assenbos. Slechts een paar dagen voor de bevrijding van onze stad. En we denken ook aan de slachtoffers van de bombardementen in de S-straat en de wethouder Buningstraat. Vanavond vloog een Lancaster over het Lancaster-monument. Dat is opgerichte herinnering aan de zevenkoppige bemanning die met een vliegtuig in de weilanden net buiten Assen is neergestort toen ze terugkwamen van een missie in Duitsland. En telkens weer is er het besef dat we gedurende een periode van 5 jaar beroofd zijn geweest van het meest kostbare en het meest dierbare wat we hebben. Onze vrijheid. Dames en heren, meisjes en jongens, in de afgelopen 2 jaar had de nationale herdenking en dus ook die in Assen, en om de bekende redenen, een sterk aangepast karakter. En toch waren we ook toen in gedachten samen en herdachten wij, alle burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties. En vandaag hebben we ons weer op de vertrouwde wijze om het provinciaal gedenkteken heen verzameld. En ik ben blij met uw komst, dat we hier samen zijn. We hebben net 2 minuten stilgestaan en daarmee het verdriet gedeeld wat we voelen als onze herinneringen teruggaan naar die periode. En we betuigden ons respect aan alle slachtoffers. Dames en heren, ik weet niet hoe het u vergaat, maar er flitsen in die 2 minuten allerlei gedachten door mijn hoofd die met dit moment te maken hebben. Er gonzen vragen door mijn hoofd. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren? Waarom zijn heel veel mensen in deze gekte meegegaan? En ook waarom zijn heel veel mensen afzijdig gebleven? Wat was er in die jaren al duidelijk en wat nog niet? Kijk je terug in de tijd, dan wordt je duidelijk dat de aantasting van de vrijheid van mensen al lang voordat er echt sprake was van oorlog, is begonnen. Die aantasting begon toen onder leiding van Hitler een beginnende democratie veranderde in een totalitaire staat met hemzelf als absolute dictator. Waarin stap voor stap de nazi-ideologie werd verder gebracht. Propaganda was daarbij een heel belangrijk instrument. Stapje voor stapje, beetje voor beetje. Waar redenvoeringen uit die tijd mij beangstigen, enthousiasmeerden ze toen de tijd juist velen. En met alle mogelijke middelen van die tijd werd de samenleving doordrenkt met de door de leider gewenste manier van denken. Voor andersdenkenden was geen ruimte. Ze moesten vluchten of werden gearresteerd. Er dringt zich een parallel op met het heden. Ook nu worden we geconfronteerd met regeringsleiders die hun eigen waarheid en rechtvaardiging zien om oorlogen te beginnen. En het roept de droevige en ook beklemmende vraag op of we wel hebben geleerd van het verleden. Feiten, nuances, argumenten worden afgedaan als fake news en leggen het af tegen het eigen gelijk. Meningen en feiten lopen door elkaar heen. En fictie en werkelijkheid komen samen in een kluwe die voor sommigen niet meer te ontwarren is. Kijk naar de verdrietige gebeurtenissen in de Oekraïne. De werkelijkheid voor heel veel Russen is heel andere dan voor veel Oekraïners. Wat wordt verteld is voor velen ook wat ze gaan vinden en gaan denken. Ver weg, maar ook dicht bij huis. En dat was in de vorige eeuw al verontrustend. Maar in de tijd van nu, waar het verspreiden van informatie waar en niet waar nog zoveel makkelijker kan, vraagt dat heel veel alertheid van iedereen.
Denk aan social media kanalen die verworden zijn tot platformen waar complottheorieën, desinformatie, manipulatie en anonieme intimidatie aan de orde van de dag zijn. Maar daartegenover staat gelukkig dat velen in onze samenleving de waarde van vrijheid bewaken en koesteren. Dat zij een krachtig tegengeluid laten horen. Beste mensen, blijf alert. Laat u niks wijsmaken. Laat u ook niet wijsmaken dat u van alles wijs wordt gemaakt. En waak er tegelijkertijd voor dat u dat niet wijsgemaakt wordt. Blijf wijs. Dames en heren, meisjes en jongens, op Twitter volg ik net zoals 1,3 miljoen andere mensen het account van Auschwitz Memorial. En iedere dag lees ik hier de harde en verschrikkelijke waarheid van wat een ontspoorde samenleving heeft veroorzaakt. Vanmorgen las ik, en ik heb het even in het Nederlands vertaald, het volgende. Op 4 mei 1939 werd een Nederlands Joods meisje, Suzanne Cohen, geboren in Amsterdam. In juli 1942 werd zij gedeporteerd naar Auschwitz. En ze werd bij aankomst gelijk geselecteerd en in een gaskamer vermoord. Op de foto die van haar bewaard is gebleven, staat een meisje met een mooie krullenbol en een bal in haar hand. Ik lees verder. 4 mei 1897 werd een Duitse Sinti-vrouw Angela Steinweg geboren. Ze kwam 13 maart 1943 in het Zigeunerkamp in Auschwitz-Birkenau, nummer Z3102. Ze overleed in het kamp 8 november 1943. 4 mei 1933, een Hongaars-Joods meisje werd geboren in Hatvan. En in juni 1944 werd zij gedeporteerd en vermoord in Auschwitz. Op de foto die van haar bewaard is gebleven, staat een lachend meisje met twee paardenstaarten. Dames en heren, meisjes en jongens, we mogen niet vergeten. De Tweede Wereldoorlog was verschrikkelijk. Oorlog is verschrikkelijk. Morgen vieren we de vrijheid. Die niet vanzelfsprekend is, waar je aan moet blijven werken. Die vraagt om rekening houden met elkaar. Om nieuwsgierigheid en een luisterend oor. En er zijn die drie simpele dingen die ik u graag wil meegeven. Hou rekening met elkaar. Wees nieuwsgierig. Luister naar elkaar. We waren net 2 minuten stil. 2 minuten om onze scherp van bewust te zijn wat leven in onvrijheid betekent. Dames en heren, meisjes en jongens. Vandaag herdenken wij alle, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Opdat wij nooit vergeten.